Sinds 2009 biedt Wildenstubber Kempen ook een award aan het beste eindwerk voor de bacheloropleiding maatschappelijk werk. Om ook het talent dat hier aanwezig is, om dat nog meer in de verf te zetten. Je hoopt zoiets wel natuurlijk, maar dat is altijd fijn als je als dan ook effectief uitgereikt wordt. We vonden dat eigenlijk heel interessant. Ik vond het tof om aan het project te kunnen deelnemen. Ik vond het ook heel tof om dat te doen en ik vond het vooral fijn om samen te werken. Ik vond het leuk, zeker leuk om eens mee te kunnen bijdragen aan een echt onderzoek. Zeker als dat gekoppeld is aan deze doelgroep. Ik vond het ook heel fijn om eraan mee te werken, omdat ik ook weet dat er verder iets mee gedaan gaat worden, dat niet in de kast geschoven gaat worden. Het was een zeer goed opgebouwd eindwerk, van zeer goed gedocumenteerd, systematisch verantwoord, op een kritische manier. Zeer relevant voor de sector, met een gedurfde stellingnames bij momenten. Ik vind het heel tof om te samen te werken voor mijn student. Ik kan ook soms de lijnbus nemen. Ik ken ook wel chauffeurs. Ik kan ook wel een bepaalbus nemen. Ik kan op eentje op mijn werk gaan. Ik kan fietsen aan mijn vrienden en mijn familie. Het was een hele leuke doelgroep, ook een doelgroep waar ik later heel graag mee zou willen werken. En gewoon deze groep was super en dat was echt tof om mee te werken. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er ook op een andere manier naar mensen met beperking gekeken is. Ja, want ik ben onderweg. Omdat mijn collega's zien waar ik moet gaan. Of Pita, of mijn effecteur. Ja. Voor mij was dat helemaal nieuw om zo'n onderzoek te doen. We hebben dat gedaan aan de hand van focusgroepen. Dat zijn zo groepen van hulpverleners die je samenbrengt op verschillende plaatsen. En dat je dan echt zo vragen aanstelt en dat er interactie is tussen de hulpverleners zelf. Wat het onderzoek betreft, het inhoudelijke van het onderzoek, dat is dat men in kaart gebracht heeft waar dat de weerstand zat om het gebruik van Viamigo. En dat men ook aanbevelingen gegeven heeft om met je weerstand om te gaan. Een groepswerk, je werkt daar met 6 mensen aan. Je moet rekening houden met elkaar. Je moet dat wat timen, ook omdat wij ook nog iedere stage aan het lopen waren. De jury was leuk. Dat was het moment waarop dat wij nu dus eigenlijk konden tonen van waar zijn we mee bezig geweest. En dat we ook andere mensen nog verder konden overtuigen van het niet van Viamigo. Ik vind het heel tof om studenten te coachen. Ik denk dat het voor hen een meerwaarde is geweest. Maar dat het ook voor het onderzoek een meerwaarde is geweest. Dus die match moeten we zeker nog herdoen. Tof om aan het project te kunnen deelnemen. Ik vond dat eigenlijk heel interessant. Ik vond het leuk. Ik vond het ook heel fijn om eraan mee te werken. Ik vond het ook heel tof om dat te doen. Het was een hele leuke doelgroep. Ja, dat was het voor mijn verhaal. Goodbye.